En dan zijn we nu toe aan ons laatste programma van vanavond en dat is Ontdek je plekje. En de AVRO neemt u vanavond mee naar Doesburg aan de IJssel. En daar kunt u aanstaande woensdag meedoen aan de wandeling. De routebeschrijving kunt u daarvoor vanaf 12 uur ophalen bij het VVV-kantoor in de Kerkstraat in Doesburg. De structuur van de voren van het geploegde land van de IJsselvallei lijkt een beetje op de zware muren van de Romeinse burcht die hier ooit stond aan de bochtige IJssel. Een punt van belang, want later zou Doesburg worden opgenomen in het roemruchte Hanzeverbond en roggen verschepen naar de Oostzeesteden. Van al die middeleeuwse bedrijvigheid is alleen de boerderij overgebleven. Een heel wat rustiger broodwinning in een heel wat rustiger tijd. Want Doesburg heeft in de 14e en 15e eeuw niet anders gekend dan oorlogsgeweld tussen de jaloerse IJsselsteden. Nou ja, oorlog. Oorvijgen gaven ze elkaar, meer was het niet. Doesburg aan de IJssel, met als altijd de kerktoren als herkenningspunt. Want torens waren er niet alleen om naar de hemel te wijzen, maar ook bakens in het land en op de rivier. Zo is het. De Martinikerk is een laatgotische basiliek om bij het begin te beginnen. Zo'n kerk met een middenschip dat wat hoger is en ook ramen heeft. De kerk is opgetrokken naar één plan. Er is dus zonder onderbreking aan doorgebouwd. De ramen hebben traceringen die steeds anders zijn. Je kunt namelijk het visblaasmotief bijna oneindig herhalen. Het koor heeft heel hoge, smalle vensters en de zon schijnt erdoor en schijnt het gebouw de zwaartekracht te ontnemen. Heel vroeger waren dit gebrandschilderde ramen, voor de beeldenstraal. Waarschijnlijk. De natuurstenen ingangspoort heeft boven de deur nog de consoles van al lang verdwenen heiligenbeelden. Er tegenover het oude vleeshuis, waarvan de zijgevel nog gotisch is. Een wonderschoon geheel, zo gezien. Dit huis is eigenlijk net zo oud, al is de gevel 18e eeuws. Er zat toen een kostschool in en werd daarom het Jonge Herenhuis genoemd. Zoals in zoveel andere Gelderse plaatsen was Doesburg ideaal voor het stichten van een kostschool vanwege het goedkope leven en de gezonde lucht. Voor de jeugd zelf zal de IJssel wel de grootste aantrekkingskracht hebben gehad. Dit is het huis Schoonhoven. Het heeft ook de oorspronkelijke gotische gevel in Gelders-Duitse trant niet meer, maar de zijgevel is zowaar nog helemaal intact. Uit respect voor de gotiek of omdat het goedkoper was het zo te laten. Het treishuisje voor de hijsbalk zit er ook nog. Dit grote huis heeft zijgevels met een gemetselde trap. Rechts is er een huis tegenaan gebouwd. Elke trap is afgedekt met naar elkaar gekeerde schuingestelde bakstenen, opgevuld met afslag en bedekt met een paar liggende stenen tegen inregenen. Elk trapje heeft zodoende een zadeldakje, een ezelsruggetje. Bij een gerestaureerd huis ziet het er allemaal wat netter uit, maar het komt op hetzelfde neer.
Het gerestaureerde huis heet Op de Noord aan de Meipoortstraat en is in de 60e jaren door de vereniging Hendrik de Keizer weer teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. De trapgevel met de slanke korfbogen is gereconstrueerd naar teruggevonden bouwresten. Hendrik de Keizer weet precies hoe dat moet. Om de hoek in de Bergstraat is in de laatste jaren een hele rij huisjes gerestaureerd door de stichting Stadsherstel, die van die armoedpandjes koopt, opknapt en zonder winstoogmerk tegen het subsidiebedrag doorverkoopt. Een ideële stichting, herkenbaar in de gevelsteen met de halve maan. De nieuwe bewoners zorgen verder wel voor de fleur. Soms zijn er ook nog originele oude huizen, zoals deze naast de kerk, waar alles nog bij het oude is, met luiken en een straatlantaarn. Dit beeldje van Sint Maarten, de stadspatroon, zit op de hoek van het oude raadhuis in de Koepoortstraat. Het is een rijk schilderachtig bouwwerk in de 15e-eeuwse baksteengotiek, die sterk doet denken aan de architectuur van de Noord-Duitse Hanzesteden. Een invloed die in alle IJsselsteden merkbaar is. De kruisvensters zitten in hoogopgaande korfboognissen en zulke dakdetails zijn in de Lübeckse trant. Dit klassicistische poortje in de zijgevel herinnert nog aan een verbouwing in 1663. Tegenover het raadhuis, dat ook wijnhuis was, staat het hoge huis Gelria, oorspronkelijk de Waag- en Stadsbierhuis. De oude herberg is in 1949 door de heer Van Heek van Huis Berg uit liefhebberij in oude stijl gerestaureerd. Dit zijn leuke huizen. Ze heten de Berkenhuizen, oorspronkelijke gotische huizen waar later renaissance gevels voor zijn gezet. Het kon altijd mooier, vond men toen. En nog. De Berkenhuizen hebben dienst gedaan als schuilkerk toen Rooms-Katholiek verboden was en hebben de bijnaam Paard en Veulen vanwege hun ongelijke hoogte. Vroeger waren het twee huizen met elk een ingang, nu zijn het nog steeds twee huizen met samen één prachtige monumentale ingang. Als je Doesburg binnenkomt, zie je ze meteen in de Koepoortstraat, rechts. Kan niet missen. Ginds achter dat hek is het gasthuishofje. De witte proveniershuisjes staan in een flauwe boog aan het grasveld tegenover de kapel. Het heeft iets van een begijnhof. Het was dan ook gesticht als hospitaalherberg voor arme reizigers. Oorspronkelijk was de huidige kapel de slaapzaal ziekenzaal. Overigens heet de kapel nu Gasthuiskerk. Er zijn trouwens nog meer van zulke sirene hofjes in Doesburg. Dat kleine, deftige Gelderse stadje aan de IJssel, waar een mens eigenlijk elk jaar even heen zou moeten gaan. Al is het maar om een potje mosterd te halen. Vindt u niet? Aanstaande zondag kunt u wandelen in Doesburg, maar afgelopen zondag werd bij de wandeling door Tolen de fiets gewonnen door de heer of mevrouw Mennis uit Hilversum en de drie ontdekje plekjeboekjes die gaan naar de heer van Sabben uit Bergen op Zoom en beide van harte gefeliciteerd.